Terwijl de spelers van VVV nog uitlopen. Ahmed, heb je dat wel eens meegemaakt? Je tegenstander is nou nog aan het lopen. Ik denk dat ze klaarmaken voor de na-competitie, denk ik. Als ik het zo zie. Ja, dat is het rare van dit hele verhaal van deze wedstrijd. Hè? Jullie zijn zogenaamd veilig. Je bent eigenlijk veilig. Maar het zou nog kunnen dat zij van Ajax en Twente winnen. Of kan dat niet? Nou, dat zie ik niet zitten. En hebben we wel een leuk team. Maar ze gaan niet van zo uit. Van Ajax gaan ze niet winnen. En Twente thuis ook niet. Jullie verliezen hier wel? Ja, maar als je ziet... we komen ongelukkig op die 2-1 natuurlijk. Bij 1-1 dachten we van nou moeten we het afmaken. Ja, je komt ongelukkig op 2-1. En daarna krijg je gewoon nog een rode kaart. Maar aangezien de rode kaart hebben we nog goed druk gezet op die jongens. En het lukte niet. En de scheids hebben we ook niet mee trouwens. Dat snap ik ook niet. En zoals om. Maar goed, even in de spiegel. Hier een hele grote spiegel. Ja. En het was af en toe een drama. Nee. Hoe jullie speelden. Ja, ik denk de eerste helft vooral. En de eerste helft weer. Maar daarna denk ik dat we vooral de tweede helft speelden. We hebben best wel goed en druk naar voren. En dan krijg je op een gelukkig moment een rode kaart. En ondanks die rode kaart, zoals ik zei, speelde het nog redelijk. Maar met de eerste helft moet je al scherp staan. En niet die voorzet laten komen of wat dan ook. Dat is wel onze fout. Is het seizoen misschien te lang geweest voor de hele selectie? Ja, ik denk dat wel dit seizoen veel gebeurd is en veel gezegd is. Het heeft natuurlijk ook op de spelers gespeeld. Alleen, zoals ik zei, daar moet je niks van aantrekken. Je moet gewoon doorgaan, je moet gewoon blijven voetballen. Gewoon je duels pakken, je man uitschakelen. En dan doe je het goed, weet je. Laat je man niet scoren. Daar zijn we voor. En ik denk de laatste twee wedstrijden moeten we ook gewoon doorgaan. En dan naar volgend seizoen. Ja, maar eigenlijk is de pijp leeg. Het seizoen suddert naar het einde. Het is niet leuk. Hè? Nou, niet leuk. Ik denk als je op het veld staat moet je... Voor supporters is het niet leuk. Nee, dat denk ik ook niet. Als je eerste helft ziet, dan is het zeker niet leuk. Maar ik denk gewoon als speler zijn, dan moet je, als je op het veld staat, moet je gewoon alles geven. En dan wordt het vanzelf wel leuk, ook voor de supporters natuurlijk. Wees eens eerlijk, snak je niet naar een handdoek op het strand met de zon en alles van je af? Geen irritatie meer? Nou, ik ben een speler, als ik eenmaal in het veld sta, dan wil ik gewoon blijven voetballen. Kijken hoe lang het ook duurt. Alleen, zoals je zegt, op een gegeven moment krijg je zo'n wedstrijd. En het zit ook niet vaak, het zit vaak ook tegen. Als je ziet de wedstrijd die we gehad hebben, daar word je wel moe van steeds. En ook vandaag weer zie je het ook weer tweede helft. Hij kon ook onze kant een keer fluiten, maar het gebeurt niet. Dan krijg je wel van wat is hier aan de hand. Maar als ik zei, we moeten niet opgeven. Dus twee wedstrijden. Daarna kun je lekker op vakantie. Opladen naar PSV toe. Die nog volop in de race zijn. Dat is een hele serieuze, heftige wedstrijd. Hè? Dat lijkt me wel... ik kan me voorstellen dat dat weer een uitdaging zou kunnen zijn. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat PSV denk van... die Ado pakken we wel even. En ik denk dat we gewoon weer scherp moeten staan. En niet... En blijf het durven voetballen, weet je wel. Je moet niet bang zijn. En dan komen die punten vanzelf. Kijk, je hebt nog twee wedstrijden. Maar dan moet je gewoon zeker één winnen. Of één winnen en één gelijk spelen. Dat kan zeker. Dus daar moeten we voor gaan natuurlijk. We moeten niet gaan van dat je woensdag PSV krijgt. En dat je daar niks te halen valt. Dat is absoluut niet zo. We moeten gewoon lef tonen en doorgaan. Dat is dat absoluut. Als je nou in 5 woorden zou moeten samenvatten waarom je hier bij VVV verliest. Kom je daaruit? Ja, ik denk de eerste paar minuten. Niet scherp zijn. En we pakken het te laat op eigenlijk. 6 woorden, nou, wel aardig. Dankjewel. Graag gedaan.